Thuis liggen? Nou, het zijn er niet zo gek veel, maar de rest durft waarschijnlijk niet zijn vinger op te steken. Nou goed, strijkkwartet. Het lijkt zo eenvoudig, maar het is voor componisten best lastig, want je hebt maar twee violen, een altviool en een cello tot je beschikking en daar moet je toch alles mee kunnen zeggen wat je muzikaal te zeggen hebt. Een man die dat heel goed deed was Joseph Haydn, die in de 18e eeuw het genre ontzettend ontwikkelde, veel voor het strijkkwartet schreef en eigenlijk de geestelijke vader van het strijkkwartet mag worden genoemd. Van Joseph Haydn een deel uit zijn strijkkwartet dat de bijnaam draagt Zonsopgang, terwijl we net blij zijn dat hij een beetje weg is. Hier is het Matanki-kwartet.